Nog zo'n 6 weken en dan is het weer kerstmis en voor veel mensen hoort daar dan natuurlijk een kerstpakket bij. Dat weten ze bij de Sligro en daarom pakt de Veghelse groothandel jaarlijks fors uit met kerstpakketten in alle soorten en maten. Maar dit jaar is alles anders en dat geldt ook voor die kerstpakketten. Het is echt een heel bijzonder jaar en al onze ankerpunten zeg maar, van voorgaande jaren, al onze kennis en ervaring, die zijn we nu een beetje kwijt. En het zijn nu een beetje dagkoersen en varen op intuïtie. Enerzijds denk ik dat er bedrijven zijn die zeggen van ja, het geld is even op, we hebben het al moeilijk zat, het kan even niet. Aan de andere kant zijn er ook een heleboel bedrijven die zeggen ja, nu moet je juist iets extra's doen voor je mensen. Ja, dat is precies wat er aan de hand is. Je ziet twee hele grote verschillen. Dus werkgevers die echt enorm uitpakken dit jaar met grote, rijk gevulde pakketten die echt ook meer kosten dan voorgaande jaren. En aan de andere kant zie je ook dat er ondernemers zijn die zeggen, ja jongens, ik zit in de hoek waar de klappen vallen. Ik moet echt op het geld letten. Dus het kerstpakket wordt of een beetje kleiner. En er zijn er ook bij die zelfs een jaartje overslaan. Dus het is een jaar van uitersten. Zitten er ook andere producten in die pakketten nu? Als je kijkt naar de samenstelling van de kerstpakketten, dan verschilt dat niet veel van andere jaren. Dus een kerstpakket is redelijk coronaproof wat dat betreft. Het blijft toch een verzameling van allerlei lekkere dingen die je thuis samen met het gezin in die kerstperiode kunt opeten. Nou is er nog een ander ding. Hier komen normaal alleen bedrijven, dus koopt u ook heel veel van die kerstpakketten. Nu mogen er ook particulieren komen. Komen die ook voor kerstpakketten nu? Die komen niet gericht voor kerstpakketten, maar als ze hier zijn, dan ontdekken ze in één keer dat er ook kerstpakketten zijn. En dan zie je dat er ook particulieren zijn die met 1 of 2 kerstpakketten aan de kassa komen. En dat zijn aantallen die wij normaal gesproken nooit zien. En als je vraagt van waar is dat dan voor, dan krijg je antwoorden in de trant van ja, dat is voor de buurvrouw, die past tijdens mijn vakantie altijd op de kat. En dat soort argumenten. Dus men ziet het als een leuk kerstgeschenk. Ten slotte even over de kerstpakketten heen kijkend. Hoe gaat het nu met Sligro in deze coronatijd? Nou, je ziet eigenlijk, we zitten nu volop in de tweede golf. Hè, de tweede horeca-lockdown, zoals het dan heet. Nou, dat raakt onze klanten heel erg en dus in indirecte zin ons ook. En wat we wel zien is dat die tweede golf wat minder diep ingrijpt dan de eerste keer. Onze klanten, horecabedrijven, die zijn eraan gewend, hebben maatregelen getroffen, hebben vol ingezet op afhalen en bezorgen. En hebben dat ook meteen gedaan toen die lockdown kwam. Dus in die zin, het kabbelt voort. Het is iets minder diep dan de eerste keer. Maar het is geen feest. En natuurlijk hoopt de Sligro erop dat met name de horeca toch weer open gaat voor kerstmis. En dat het kerstfeest 2020, zakelijk bezien, toch ook nog een beetje feestelijk wordt.